Maar ik heb nooit gezegd van, oh, ik doe dit omdat ik de eerste wil zijn. Nee, precies. Want dan denk ik, ja, waar doe je het dan echt voor? Welkom bij een nieuwe aflevering van Spot On, het platform voor en door vrouwen. Mijn naam is Charissa en onze gast heeft dit jaar geschiedenis geschreven nadat zij als allereerste hijab-dragende vrouw de Tweede Kamer betrad. Inmiddels heeft ze er zo'n 100 dagen op zitten en was het een heuse rollercoaster. Maar ze is altijd dicht bij haarzelf gebleven en ging voor haar doelen wat er ook gebeurde. En daar gaat ze mij hopelijk alles over vertellen. Welkom Kauthar Boutjelikt, fijn dat je er bent. My pleasure. Ja. Ja, superleuk. Hey, ik zeg in de intro, zei ik het al even, je bent dicht bij jezelf gebleven. Dat probeer ik, elke dag. Ja, ja, dat is dus mijn vraag, van, is het überhaupt mogelijk om dat te kunnen in zo'n, ja, in zo'n instituut? Je zit in de Tweede Kamer, weet je wel. Er zijn allemaal meningen, allemaal mensen die ook niet een fijne mening over jou hebben. Hoe komt het dan dat je zo dicht bij jezelf kan blijven? Nou, wat ik echt probeer is heel erg proberen te herinneren van, hey, waarom zit ik hier in eerste instantie? Dus wat ik ook altijd probeer mee te geven is, wat je ook gaat doen, probeer voor jezelf te bedenken van, hey, waar doe ik het voor? Mm-hmm. En als het echt diep in jezelf zit en je bent overtuigd, dan helpt dat te dealen met alles wat op je afkomt. Ja. Want als je zelf, zeg maar, nog zoekende bent of niet zeker van je zaak, en onzekerheid hoort er ook wel bij, hoor, maar mm-hmm. het gaat erom van, durf ik dicht bij mezelf te blijven en durf ik ook eerlijk te zijn? Als soms even shit is, ja. Dat is gewoon zo. Ja. Nou is het ook, je hoorde het vooral in het begin heel vaak, nu wat minder van, je bent de allereerste hijab-dragende vrouw in de Tweede Kamer. Op het moment dat ik dit ging voorbereiden en ik las online een aantal artikelen en dat soort dingen, ging het heel veel over, ze is geschiedenis aan het schrijven. Ben je je daar bewust van dat dat zo is? Kijk. Voor mij, de reden om de kamer in te willen gaan, was om dingen te fixen. Dat was, zeg maar, het hoofddoel uiteindelijk. En dan ben je inderdaad de eerste. En wat ik dan wel merk, is, het doet ook wel iets. Dus aan de ene kant veel bagger over je heen. Mm-hmm. Maar ook een goede vriendin van mij, die zei van, hey, mijn zusje, die zag jou. En die zei van, oh, kunnen wij dat ook? Ja. Dus het sluit heel erg op elkaar aan. Hè? Mm-hmm. Dus waar je iets voor doet, is gewoon het fixen van shit. En tegelijkertijd ook beseffen van, hey, we moeten dit echt samen doen. En hoe komt het dat niet alle stemmen daar vertegenwoordigd zijn? Ja. Dus dat komt allemaal samen. Maar ik heb nooit gezegd van, oh, ik doe dit omdat ik de eerste wil zijn. Nee, precies. Want dan denk ik, ja, waar doe je het dan echt voor? Maar wat ik wel heel belangrijk vind, is dat het ook gaat om wie je bent in zijn totaliteit. Ja. This is who I am. En daar hoort van alles bij. Activist, heel erg bezig met het klimaat. Tweede Kamerlid. Proberen dicht bij de mensen te blijven en de samenleving. En moslima. Ja, ook. Maar al die dingen die je net opnoemt, kan je die in vrijheid zijn in een Tweede Kamer? Het lijkt me ook een ruimte gebonden aan kaders. Het is soms zoeken, maar wat ik ook heel erg merk is, ik ben Kamerlid voor GroenLinks en dat doe ik samen met heel veel toffe collega's. En we staan ook voor dus onder andere die aanpak van de klimaatcrisis, voor een eerlijke samenleving. Dan denk je, ja, wie kan daar tegen zijn? Ja. Dus heel erg focussen op het gezamenlijke doel, zowel samen met je team als met mensen van andere partijen die dat mm-hmm. ook delen. En dan heb je onderling wel verschillen, maar dat is een gezonde democratie. Ja, en wat er dan zeker. Gebeurt is, zeg maar, aan de uiterste kant, daar komt het gezeik. En dat je denkt van, waar slaat dit op? Zo kunnen we toch niet samenwerken. Mm-hmm. En dan had je ook nog een Wilders die dan had over je geloofsovertuiging. Daar heb jij overigens een geniale TikTok bij gemaakt. Hoe is het dan voor jou? Want geloof is iets heel persoonlijks, vind ik persoonlijk. Ja, ja, dat voelt heel, nou ja, dat is ook weer heel naar. En dan denk je van, oké, maar dit is wie ik ben en hoe ik eruit zie. En daar zit heel veel achter. Ik bedoel, ik kijk jou aan. Ik ga niet een aanname doen op basis van hoe jij eruit ziet. Maar andersom gebeurt het dus bij sommige mensen wel. Mm-hmm. Je hebt een collega met wie je heel goed kan werken. Ja. En dan heb je altijd die ene zeurende. Ja, ja, ja. Zo in de kantine. That person, ja. Yeah. Nou, weet je? Ja, 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 ja. Wat doe je hier? Ja. Bij wijze van. Nou ja, goed. En dan kan je heel veel aandacht aan die collega besteden. Of je kan zeggen, weet je wat? Kijk, als het echt uit de hand loopt, ja, dan treed je op bij wijze ja. van. Maar waar ga je energie aan besteden? Precies. Aan de vette dingen en de mensen die wel willen. Of aan het gezeik constant. Precies, ja. Precies. Dus het is balanceren heel erg, denk ja. ik. Ja, ja, precies. En de enige normale, of de enige goede manier om daarop te reageren is een TikTok maken. Ja, eerlijk. Ja, ja, ja. Wat moet je tegen die man zeggen? Ja, dat is...
Dus ik probeer sowieso heel veel met jongeren ook in contact te blijven. Ik had ook twee hele jonge dames. Ik liep een keer op straat, kwamen ze naar me toe. Van, oh, bent u die vrouw van TikTok? Ja, ja, ja. Weet je, die weten ook niet precies wat je doet, maar gewoon leuk. Ja. Om, die zien een bekend gezicht. En ja, die voelen wel die vibe van, oh ja, er is iets in de samenleving, ja, wat dat zegt. En oh, we hebben ook een soort tegenbeweging. Dus dat vind ik heel leuk. Dat werd dus heel veel gedeeld, die, ja, TikTok. En wat ik echt super bijzonder vond is, op een gegeven moment, mijn broertje komt zo toe. Hij zegt, wojo! Ja. Ik kwam dus in zijn feed. Ja, ja, ja. En toen dacht ik, wauw, dit is dus de kracht van onze community uiteindelijk. Van, mm-hmm, ja, je kunt op je eigen manier naar middelen zoeken om nog een beetje de humor erin te houden. Dat ik denk van, ja, het is allemaal heel naar. Ja. Maar we gaan niet ook onze vrolijkheid laten afpakken. We gaan niet Zeker ook niet, onze, ja, humor en onze creativiteit laten afpakken. Ik wil niet dat, ja, het ons helemaal zo verlamt. En ook gewoon de momenten vieren dat het gewoon leuk is. Ja, precies. Ja. Dus het is goed dat er ook zo'n TikTok viral gaat. Ja, ja, toch? Dat, dat is ook een vorm van verzet. Toch? Het is gewoon, we het is hebben gewoon nog steeds lol. Activisme. We hebben nog steeds lol, ja, weet je. Wie is jouw best friend in de kamer? Dat wordt een politiek antwoord, ga ik niet doen. Wat is volgens jou het mooiste stukje groen in Nederland? Joh, ik kan echt niet kiezen. Ik vind het altijd zo bijzonder. Dan rij je zo met de trein door het land en dan zie je van, oh wauw, dit is ook allemaal Nederland. Dus ik ga niet kiezen. Maar ik ga wel uitnodigen om vooral het land in te gaan en heel veel toffe wandelingen te doen. Want dan zie je echt hoe belangrijk het is om voor ons groen te zorgen. Je bent al meer dan 100 dagen Kamerlid. Eerlijk, wat was de kutste dag? Er is niet per se één dag, want dit werk, er gebeurt zoveel op dezelfde dag, dat een dag waarop echt iets heel shits gebeurt ook een dag kan zijn dat hele mooie dingen gebeuren. De dagen die wel echt vervelend zijn, is als ik ineens iets over mezelf in de krant lees. En dat ontdek je dan ineens 's ochtends, dus dat is minder chill. Succesvolle vrouwen vergeten vaak waar ze vandaan komen. Ik hoop het niet. Hoe is jouw band met jouw familie en old friends? Love you. Nou, wat juist heel fijn is van mensen van vroeger, om het zo maar even te noemen, is die kennen jou ook voor de fame, om het zo maar te zeggen. En dat is heel fijn, want die kunnen je real houden en die weten ook hoe je bent. Dus het is gewoon belangrijk om daarin te blijven investeren. Het is wel moeilijker, omdat je gewoon heel weinig tijd hebt. Dus dat is ook realiteit. En dan vraagt het wel wat begrip van elkaar. Hoe reageerde jouw omgeving eigenlijk erop dat jij Kamerlid werd? Bent, overigens. Ja. Nog steeds, ja. Ja. Ja, het is heel bijzonder, want wat ik er tof aan vind is, aan de ene kant, de mensen met wie je eerder hebt gewerkt, die zien jou doorgaan vanuit een andere rol. Dus daarin zit ook een soort vooruitgang. Mm-hmm. Het is niet vooruitgang, maar voortgang. Dus voortzetting, mm-hmm, wat je al deed. Maar het is natuurlijk een hele andere rol. Je zit daar in Den Haag, je hebt super weinig tijd. Ja, echt, ja. Mijn agenda zit helemaal vol, dus de mensen om mij heen, het vraagt soms ook iets van ze, dat ik echt niet op WhatsApp reageer. Ja, sorry, ja, lieve mensen. Dus het vraagt ook een soort wederzijdse aanpassing. Mm-hmm. En trots zie ik ook, maar ook bezorgdheid. Want soms, hey, je zorgt goed voor jezelf, weet je, ga op tijd naar bed, eet je wel genoeg. Mm-hmm. Dat is dus ook weer fijn dat je de mensen om je heen hebt die een spiegel kunnen voorhouden, die je kunnen steunen en die gewoon ook kritisch op je kunnen zijn. Ja. Dus heel blij dat dat er ook is. Ja, maar het klinkt nu allemaal heel gezond. Is het niet altijd. Nee, ja. Nee. Dus dat is mijn vraag van, hoe dan? Nee, het is echt überhaupt, Kamerlidmaatschap, het is echt heel veel werk. Het is zoeken soms wel naar balans, want het is superbelangrijk werk. Ik voel ook echt eer en verantwoordelijkheid. Ik denk van, ja, ik moet echt dingen gaan fixen. Mm-hmm. Maar ik moet ook, zeg maar, een beetje in leven blijven. Ja. Anders kan je niks. Lijkt me een goed idee. Precies. Goed idee, ja. Dus het blijft zoeken naar een balans. Ja, ja, ja. Dus, maar ja. Denk je dat je die ooit gaat vinden? Ik werk eraan. Ja, ja, ja. Hoe reageerden je ouders en je broertje? Want je hebt het best wel vaak over je broertje ook. Ja. Hoe reageerden die daarop? En mijn broertje die vindt het ook heel bijzonder. Die is inderdaad dus 11 en die heb ik in mijn medespeech genoemd. Dat, ja, is de eerste speech die je hebt op het moment dat je in de plenaire zaal spreekt. Wat vertel ik mijn broertje? Wat zijn we in hemelsnaam aan het doen? Met dit land, met elkaar. En hoe kan ik iets veranderen, bijdragen, als ik er eigenlijk niet mag zijn? Want je broertje is 11, maar is hij zich er heel erg van bewust wat voor werk jij doet? Nou, hij zag me dus op TikTok. Ja. Now you know, ja. Dus hij weet hoe de plek eruit ziet en wat ik daar doe. Mm-hmm. En ik probeer wel een beetje te vertellen. Maar ik probeer ook... Kijk, hij is 11, weet je. Ik wil gewoon dat hij ook kind is. Snap je, ja. Weet je? En ik heb wel zoiets van, ja...
dus in mijn medespeech noem ik ook dat hij er op tv ziet dat twee politici aan het woord zijn en dan zegt van, hey, zijn dat weer mannen die zeggen dat we weg moeten? Dan denk ik van, come on, je bent 11. Ja. Op je 11e al nou, zo bewust en gedwongen, hè? Mm-hmm. En het is aan de ene kant goed, want je moet ook klaar zijn voor de wereld, maar waar mogelijk wil ik gewoon dat die kind is. Ja, tuurlijk. Lekker voetballen, lekker naar het bios. Dus ik probeer hem ook daarin wel mee te nemen waar mogelijk en tegelijkertijd ook zoveel mogelijk kind laten zijn. Ja. De shit komt sowieso nog. Dus. Je outfits... Oh, sweet. Je outfits zijn keihard, girl. Je maakt ruimte voor mensen zoals ik aan tafel. Ben je jouw eigen stylist, kan ik je inhuren. Oh, wat een lief compliment. Dankjewel. Ja, ik stel mijn eigen outfits. En soms krijg ik hulp van vrienden. Dat is ook heel fijn. Gewoon een dubbele check. Je bent echt een powervrouw. Is er ook een powerman aan jouw zijde? Succesvolle vrouwen zijn vaak single, helaas. Nou, ik weet dat hier dus best wel veel over wordt gesproken. Ik had een keer een foto met een vriend en iedereen wenste me meteen succes en veel liefde. Maar ik probeer inderdaad wat dingen wel privé te houden, dus deze sla ik even over. Kamerleden slapen sowieso niet, maar als je eindelijk je rust vindt, waar mogen we je voor wakker maken? Dit is wel een beetje cliché, maar een goed gesprek met lieve mensen, goed eten en drinken, dat is echt heel chill. Daar word ik ook weer blij van, krijg ik weer nieuwe energie van. En dan ben ik bereid een beetje slaap in te leveren, maar ik moet wel echt slapen. Hoeveel verdien je als Tweede Kamerlid? Just curious. Nou, je kunt dit op internet vinden, want het is wettelijk bepaald hoeveel alle Kamerleden verdienen. En een deel daarvan geven wij aan de politieke partijen. En het verschilt weer per politieke partij hoeveel je aan je partij geeft. Dus ik zou zeggen, google het en je vindt precies op de punt en de komma hoeveel ik verdien. Waar ben je trots op? Wat is er iets waar je gewoon heel erg trots op bent? Dat is je gelukt? Überhaupt daar zijn. Ja. En een motie waar ik bijvoorbeeld heel... ook wel trots op ben. Dat gaat erover hoe, dat heet dan brede welvaart, en dat gaat over hoe kijken we naar de samenleving als we bepaalde investeringen doen. Een heel concreet voorbeeld, als we kijken naar bomen, ja. Gewoon bomen op straat, hè. Wat leveren ze qua geld op? Ja. Kan je dat zeggen? Niet zoveel, denk ik. Maar kan je niet berekenen? Nee, maar ze zijn ook een soort van natuurlijke airco, toch? Precies. De boom is ook gewoon gezellig. Je kan daar is zitten. Is dat zo? Weet je is wel? Is ook zo. Is totaal niet in geld uit te drukken. Dus het gaat vaak over hoe maken we keuzes die de aarde en de mens niet uitputten. Hmm. Maar waar ik dan heel blij mee ben, is dat hopelijk weer een stapje is in het anders kijken en nadenken over hoe we de samenleving inrichten. Ja, mooi. En nou de vraag der vragen, die moet ik hier stellen. Joker. Wat zou je de jonge Kouter zeggen? Ik had al vroeg al het gevoel van, ik wil iets doen voor de wereld, voor de mensen om me heen en ik wil zeg maar ook leven, weet je? Ik wil gewoon... Ja, tuurlijk. Weet je? En dat is soms best wel eenzaam, want dan, je bent jong en je weet niet precies wat je wil, je weet wel ongeveer wat en je hebt allemaal dromen. En wat ik tegen mezelf en ook tegen alle jonge dames zou zeggen is van, het is oké om je af en toe alleen te voelen en vertrouw er ook op dat wie jij bent als individu, dat is waardevol. Het hoeft niet te zijn wat anderen van jou verwachten en denken. Durf te dromen gewoon. Mm-hmm. En constant. En dat zeg ik niet alleen tegen 16-jarigen, maar ook tegen onszelf. Ja, tuurlijk. Dankjewel dat je hier was. Ja, super bedankt. Inspirerend ook. En ik hoop dat er heel veel mensen zijn die kijken en denken, yes, ik ga ook. Oh. Nou, in ieder geval ook stemmen en doe je ding. Wees politiek actief, maar ook maatschappelijk actief. Goed. Gewoon respect, weet je. En dat vind ik heel belangrijk. Van, ik zit hier aan tafel, maar hier hadden net zo goed een triljoen andere mensen kunnen zitten met een goed dat verhaal. Dat had ook zo kunnen zijn, dus, zeker. Over die tafel gesproken, jij hebt een seat at the table gecreëerd. En ik ben heel erg benieuwd naar onze kijkers. Want is er een tafel waar jij je graag bij wilt aanschuiven? Laat het dan weten in de comments. Doe een blauw duimpje omhoog, abonneer je op ons kanaal. En dan zie ik je de volgende keer weer. Ciao!